Ik wilde heel graag dat mensen zouden weten wie Rinke was. Want wij zijn heel erg trots op Rinke. Dat wou ik naar voren brengen. En hij is ook de held geweest in de tram. Ik dacht, dat wil ik ook een keer duidelijk gezegd hebben. Hij heeft die bewuste dag dat er zoveel paniek en geschreeuw was in de tram naar voren gelopen. Hij heeft aan een noodrem getrokken. Kwam die dader eraan, die heeft 2 keer op hem geschoten. Toen heeft hij zich afgeschermd met een laptop. En daarna is het raam gezamenlijk eruit getrapt. En dan laat hij rustig nog iedereen voorgaan voordat hij zelf gaat. Dan ben je toch wel een held. Ik heb gehoord dat hij dan nog een beetje blijft haken met zijn schoenen aan het raam ergens. Dan springt hij naar buiten en dan op dat moment komt de dader en die schiet hem in de rug dood. En ja, hoe laf is dat? Welke straf vindt u passend voor Gökmen T? Levenslange straf. Sober regime. Voor mij hoeft hij geen bezoekuur te hebben. Wij kunnen ook niet bij Rinke op bezoek. Hij liet weten dat hij het sporten in de gevangenis fijn vindt. Dat het daar binnen fijner is als buiten. Dus ik zou zeggen, pak hem dat sporten ook maar af. Gewoon, om mij wat gaat hij maar 1 uur per dag luchten. Dat is wel genoeg. Bedankt voor het kijken. En wil je meer video's zien van RTL Nieuws? Download dan onze app of ga naar www.rtlnieuws.nl.